Op een koude dag in december, RVVA en AFC ontmoeten elkaar voor het eerst in het bestaan van beide clubs. AFC, de zaterdagtak van de roemruchte club uit Amsterdam. RVVA met een geblesseerde Danny Spelde. En de eerste actie is namens RVVA een vrije trap. Verrassend ingeschoten in de korte hoek van Santiago Dietrich. Maar de keeper van de Amsterdammers, Maxime van Inge, weet hem dan te redden. Dan RVVA, wederom over de rechterkant. Jamir de Jesus, de bal voorgegeven op Diego Rietveld. Met wie een schot gaat naast. Papito Merencia op het middenveld. De motor, bal doorgespeeld richting Diego Rietveld. Komt de voorzet. En dan... een terugspeelbal is het zeker ook niet. Daan Brinkman leek dat even voor wat paniek te zorgen, maar dat valt op zich nog wel mee. Dan neemt toch langzaam AFC het heft in handen. Hier een bal van Jelle de Lange in de diepte gespeeld richting Gijs Nier. En die kapt dan wat verdedigers uit en weet de bal langs Tim Elkhuizen te werken. En de eerste de beste goede aanval van AFC mondt uit in een goal. 22 minuten op de klok en 0 tegen 1. Nog een keer zien, die bal vanaf het middenveld. En dan wordt daar Wouter Zwart uitgekapt. En dan is Gijs Nier die zijn naam verbindt aan deze goal. En daarna kwam het heft toch te liggen bij de Amsterdammers. Hier een schot van Michael Malmberg. En dan via de vingertoppen van Tim Elkhuizen gaat hij over de lat. Of via de lat gaat hij over. Wederom Malmberg aan de rechterkant. Tussen een aantal mensen in gaat de bal dan richting Joey Singles. En dan komt hij uiteindelijk via Pepijn Veerman gaat hij dan over de achterlijn. Maar het is RVVA wat toch continu op moet passen nu. Daan Brinkman. De bal aan de rechterkant wordt dan ingeschoten. En dan zijn het wederom de vingertoppen van Tim Elkhuizen die de bal voorlangs doen belanden. Dan nu een harde vrije trap van Papito Merencia aan de andere kant. De vuisten van Maxime van Inge voorkomen dan erger. En zo gaan we dan rusten met een tussenstand van 0 tegen 1 in het voordeel van de Amsterdammers. Die na de rust weer het initiatief hebben. Mauricio Hellstone weggestuurd, komt dan met een voorzet. Maar dan kan Michael Malmberg daar onvoldoende bij. Dan een vrije trap in de 16 wegens een niet goede terugspeelbal. En die bal die wordt dan opgevangen door Santiago Dietrich. Die zet dan Xami de Jesus aan het werk. En die stuurt dan Mauro Kloppert weg over de rechterkant. Op snelheid in de tegenaanval van RVVA. Een inzet van Kloppert. En die kan dan in twee instanties gekeerd worden. Ook door de keeper Maxime van Inge. En RVVA houdt er niet meer dan een corner aan over. Maar een goed omschakelmoment van de Ridderkerkers. Bal in de 16 bij RVVA. Weggewerkt. Wordt hij doorgespeeld door Daryl Gerritsen. En dan valt hij voor de voeten van Michael Malmberg. Maar dan kan Tim Elkhuizen de bal, die in de hoek gericht was, oppakken. Dino Rodriguez de Pina. Een lepe voorzet richting de tweede paal. En dan een halve omhaal van Xami de Jesus. En dan is het een kwartier voor tijd. Papito Merencia al dan niet buitenspel staand. Maar de scheidsrechter nog de grensrechter acteren daarnaar. En scheidsrechter van Kraai wijst dus naar de midden. Goed binnengewerkt van Papito Merencia. AFC dan weer. Wederom Malmberg. Wordt dan de bal ontvisseld door Dos Santos. Maar komt dan toch nog met een voorzet. En die lijkt dan richting de tweede paal te dwarrelen. Maar gaat dan over de goal. Bal gespeeld met Daan Brinkman. Maar dan zit daar Nedley Fortes. Invaller Nedley Fortes goed tussen. Gaat dan de 16 in. Komt dan met een balletje breed richting Papito Merencia. En die haalt dan uit. En dan is het wederom keeper Maxime van Inge die AFC behoedt voor de achterstand. In die laatste fase een sterke fase van de Ridderkerkers. Maar niettemin ook nog een goede aanval van AFC hier. Waar ook de andere invaller, Sil Paddenburg, bij betrokken is. Nu een corner van de Ridderkerkers, Dos Santos. Valt hij voor de voeten van Tarek Jeklev. Dan krijgen ze de bal maar met moeite weg, maar uiteindelijk wordt hij opgeruimd. Mauro Kloppert het weer, over de rechterkant. Lange voorzet, lang onderweg. En bij de tweede paal, Gitano Dos Santos, helemaal vrijstaand. Die had daar toch de 2-1 op zijn slof, zou je denken. Maar de bal eindigt uiteindelijk hoog over de goal. Een goede kans was dat.
Dan Sancho Dietrich weggestuurd over de rechterkant. En dan hop, het subtiele tikje. En 3 minuten voor tijd komt de RVVA aan een 2-1 voorsprong. Goed afgerond. In de diepte en op snelheid aangespeeld. En dan is 1 tikje om de keeper te passeren voldoende. Grote vreugde bij de Ridderkerkers. We zien hier nog meer dat Xami de Jesus stuurt hem weg op rechts. En dan is hij op snelheid niet meer in te halen. En dan passeert hij dus Maxim van Inge. Uittrap van Tim Elkhuizen. Nedeli Fortes. Doorgespeeld naar Xamir de Jesus. Aan de linkerkant nu. Balletje breed. Zijn Papito Merentia. Dan komt hij bij Sancho Dietrich. En dan gaat de bal voorlangs. En dat gaf aan de kracht waarmee RVVA in die laatste fase opereerde. Hier een vrije trap. Snel genomen door de Ridderkerkers. Bal geplaatst door Dos Santos naar Dietrich. En die maakt dan in de blessuretijd de 3-1. Waarmee de wedstrijd definitief in Ridderkerkse handen viel. Een snel genomen vrije trap. AFC had daar niet direct rekening mee gehouden. En ziet dan ineens daar Dietrich vrij opduiken. En die gaat dan met een simpele beweging. Passeert hij de keeper en dan schuift hij de bal binnen. En daar kan deze vrije trap van Daryl Gerritsen niks meer aan veranderen. De bal wordt vooruit gespeeld. En dan zegt scheidsrechter Van Kraai. Na ruim 90 minuten. Die verder ook geen kaarten uit hoefde te delen. Dat de wedstrijd voorbij is en wint RVVA dus deze wedstrijd, deze belangrijke wedstrijd, met 3-1 van AFC Zaterdag. Na afloop zijn er nog interviews opgenomen met de tweevoudig doelpuntenmaker Sancho Dietrich en met Diego Rietveld en met trainer Giovanni Franke. En dat alles te zien op RVVA TV.